Goedemorgen, ik sta hier in Rotterdam bij SBH Heijmen. En vandaag ga ik een dagje meevaren en meelopen, want zij zijn op zoek naar een nieuwe collega. Ciao, ciao. Ik sta hier naast Frank. En hallo Frank. Hoi. Waar ben ik? Je bent bij SBH Heijmen. En we zijn op onze bunkerboot SBH 2. En we zijn momenteel op de waterweg naar de Maashaven aan het varen. Naar een klant van ons. En die gaan we even zien van brandstof en wat materiaal eventueel. Goedemorgen. Ik ben natuurlijk niet alleen maar mee om een rondje te gaan varen, want jullie zijn op zoek naar nieuwe collega's. Ja, collega. In eerste instantie zijn we op zoek naar een schipper of een aankomend schipper. Dus als je net je vaarbewijs hebt gehaald, maar je hebt de knepers van het vak nog niet helemaal onder de knie, dan is dat ook niet erg. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar een hele enthousiaste collega die ons team wil versterken. Ja, want ik was vanochtend al bij jullie op de zaak. Ja. En ik voelde al echt een hele leuke, leuke sfeer. Dat is mooi. Dat viel mij gelijk op. De SBH2 opvaart, Gatewise, doorgaan. Je bent niet alleen de schipper. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Daarnaast ben je ook nog de machinist, de matroos. Dus er komt heel veel bij kijken, maar daarentegen is het wel echt een vrij beroep. En wat zijn jullie werktijden? Hoe ziet zo'n week eruit? We werken van maandag tot vrijdag. We beginnen meestal rond 8 uur. We eindigen vaak rond 5 uur, 6 uur. Het kan wel eens gebeuren dat je wat later naar huis gaat, maar dan kan het ook zijn dat je de volgende dag weer iets later begint. En dan hebben we ook nog de weekenddiensten. We weten nog niet hoe we dat gaan inroosteren dadelijk met de nieuwe schepper erbij. Maar dat zal waarschijnlijk dan 1 keer in de 4 weken weekenddienst draaien. Dan zaterdag werk je sowieso van 8 tot 5. De zondag is standby, dus alleen op afroep. En dan ben je de maandag daarop ben je vrij. Dat je toch nog een beetje vrije tijd hebt. Het zijn gewoon hele mooie werkdagen. Elke avond thuis. Ja. En toch overdag lekker varen en hard werken. Ja, precies. Ja. Dus je kan het mooie van het varen kan je combineren met je thuis, met je privé. Ja. Frank, mag ik jou bedanken voor deze leuke en leerzame dag? Ja, zeker. Dat ook superleuk. Ja, zeker. En waar kunnen ze jullie contacten? Ze kunnen een e-mailtje sturen naar serge@sbhheijmen.nl of ons telefoonnummer wat onder in beeld komt. Onderaan in beeld. Ja. Yes. Bedankt en tot snel. Ja, zeker. Tot snel.